Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaine Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou, lieve mensen, nou, daar ben ik weer. En ik ga gewoon natuurlijk verder om de volgende kaart te trekken van mijn prachtige Ik Ben Affirmatiekaarten. Ga ik gewoon weer het thema laten bepalen door mijn kaarten. Dus dan ga ik even schudden. Ze vallen er al uit. En de kaart die ik trek bepaalt dus het thema voor deze dag waar ik het met jullie over ga hebben. Zo. Ga je met je rechterhand eroverheen. Deze kaart kun je bestellen bij mij op de website www.dilaineteunis.nl. Hier aantrekkingskracht. Dus als je een tinteling of warmte of energie voelt, dan trek je die kaart. Even kijken. Ik ben overvloed. Overvloed. Wat betekent overvloed? Sommige mensen denken, ja, wat is het nou eigenlijk, overvloed? Nou, overvloed betekent eigenlijk dat je alles bezit. En alles wat je denkt, of alles wat je wilt, of alles wat je voelt, dat heb je in oneindige hoeveelheid eigenlijk. Dat betekent overvloed. Ik heb niet beperkt, of ik heb niet een beetje, of ik heb niet veel. Nee, ik heb overvloed. Dat betekent overvloed. Nou, en overvloed, we kunnen het op overvloed natuurlijk op heel veel verschillende gebieden hebben. Als je namelijk in de lucht kijkt, dus niet recht voor je, ook niet, dus niet naar een muur of zo, of naar een voorwerp. Nee, je kijkt in de lucht, in de substantie. Hier in de lucht, in het onzichtbare substantie, waar de meesters van het Verre Oosten het boek het veel over heeft. De onuitputtelijke bron uit de universele, onzichtbare substantie. Maar deze substantie is niet onzichtbaar als je hem ziet. En ik kan hem zien en jullie zullen hem ook kunnen zien. En ik ga jullie uitleggen hoe dat dan precies werkt. Nou, vaak voor de meeste mensen is het vaak makkelijk als je gewoon buiten gaat staan en je kijkt naar de lucht. Dus je kijkt niet naar de blauwe lucht, maar je kijkt een beetje gewoon omhoog, zodat het helder is. Ja? En als er veel licht is, kan je het beter zien namelijk. Ik kan het ook in het donker zien, misschien sommige mensen ook. Maar je kan in de substantie dus kijken en dan zie je allemaal kleine lampjes. Ja, allemaal kleine lichtjes. Heel veel lichtjes en dat gaat helemaal druk is dat. En deze lichtjes, dat is de universele geestelijke substantie. En deze geestelijke substantie, daarmee kun jij dus alles creëren wat je ook maar wilt. Kijk, we creëren nu door middel van gedachten zoals van nou, ik ga zo meteen wat eten of ik ga straks een bed kopen of een jas kopen of ik ga uit eten of ik ga dadelijk thee drinken of weet ik veel wat. Dat zijn al voorspellende gedachten, omdat je weet, oké, dat ga je doen. En daar ben je van overtuigd dat je dat ook kan doen. En daarom creëren mensen ook veel sneller. Dus als jij weet dat je het kan, dus ook mensen die bijvoorbeeld heel rijk zijn, ja, of veel geld hebben dan op dat financieel onafhankelijk zijn, die hebben bijvoorbeeld ook dat ze weten, oh, ik kan die Lamborghini kopen of zo bijvoorbeeld. Of ik kan dat mooie huis kopen, want ze weten van zichzelf dat ze dat kunnen doen. En iets wat je weet kun je dus creëren. Daarom is het ook geen geloof meer, maar het moet weten worden. En wanneer jij het gaat zien, dan weet ik zeker dat jij het ook kan en kan leren. Hoe je dus uit deze overvloedige universele substantie kunt creëren met je gedachten. En dat is eigenlijk wat ze noemen materialiseren. Nou, en dat heeft ook met overvloed te maken, want er is oneindig veel van deze lichtjes. Ik zie ze overal. Ik moet alleen nog leren, hoe ga ik nou dat beeld afdrukken op die substantie? Want dat is namelijk wat je moet doen. En dat is ook wat ze zeggen in de meesters van het Verre Oosten. Je moet die gedachte, dat beeld, moet je in perfecte vorm gaan zien. Dus hoe ga je nou visualiseren bijvoorbeeld? Je kijkt naar dit kaartje, of je neemt een pen, kijk, iets op een glas of zo. En je gaat het glas, of dat kaartje ik in mijn geval, goed bestuderen. Ja, je gaat er goed naar kijken van nou, hoe ziet dat kaartje er nou helemaal uit? Wat voor karton is dat gemaakt? Je moet jezelf zien als designer, hè? Dus als ontwerper van het ding wat je wilt gaan afdrukken op die substantie. En die substantie, die trekt dan ook de deeltjes aan bij elkaar, als jij het dus af gaat drukken in perfecte vorm.
om dit voorwerp te kunnen gaan maken. Nou, hoe werkt dat nou precies? Als je die deeltjes dus allemaal ziet, dus je kijkt in die lucht, in die substantie, en je kijkt heel dicht bij je. Heel dicht. Je moet je ogen eigenlijk voorstellen dat ze een microscoop zijn. Ja? Dus je gaat steeds dichter bij je eigen gezicht kijken, dus in de lucht kijken, steeds dichterbij. En dan ga je helemaal inzoomen, nog dichterbij, totdat je al die lichtjes gaat zien. En ik zie op dit moment allemaal lichtjes. En dat zijn niet flitsen of zo, of dat je sterretjes ziet. Nee, het zijn echt allemaal moleculen. En ze gaan heel druk zijn ze. En ze zijn druk omdat er geen richting aangegeven is. Ja, dus ze zijn overal verspreid. En als jij dus met jouw gedachtes, met dat beeld, hè, ik in mijn geval dus dit kaartje, helemaal in de geest neemt, tot in perfecte vorm hoe ik wil dat het gaat worden. Want zo leer je visualiseren. Want heel veel mensen denken, ja, ik weet niet waar ik aan moet denken. Of het beeld blijft niet hangen, of het flitst alle kanten op. Of als ik aan een kaart denk, denk ik ook aan een glas melk. Ik zeg maar wat, weet je. Of aan een koe, of iets wat heel snel door je gedachtes heen gaat. Nou, door te visualiseren, om iets in je op te nemen, een kaart, neem je dus dat beeld in je gedachten en dan fixeer je jezelf op één zo'n molecuul eigenlijk, zo'n substantiedeeltje. Daar fixeer je op en dan laat je dat beeld, dus die andere deeltjes, die gaan zich dan vormen en die delen zich om dat centrale punt heen. Dus die ene kern is eigenlijk ook zoals een baby gecreëerd wordt, die cel. En om die cel worden steeds meer celletjes gecreëerd. En zo moet je het eigenlijk zien. Alleen, dit is niet dat hij zich verdubbelt of zo. Nee, dit is dat het naar zich toetrekt. Dus al die deeltjes gaan naar één punt toe om dat te materialiseren, om dat te fixeren. En ja, dat kan echt. Er zijn dus heel veel mensen al die ons al vele jaren en eeuwen voor zijn. En kijk al naar de welbefaamde profeten waar ze het over hebben. Natuurlijk ook heel veel mensen waarvan wij nooit hebben gehoord of nog nooit in de media is geweest. Of hè, ik snap ook best wel dat als er mensen zijn die dit dan kunnen en die bijvoorbeeld nog geen onsterfelijkheid hebben ontwikkeld of niet boven de dood uitgestegen zijn, ja, die dat best lastig vinden om dit te publiceren, ja, want ja, je wil niet als proefkonijn gebruikt gaan worden, hè, dat de CIA op je dak komt of hè, de NASA of zo, die dan allerlei experimenten op je willen gaan doen, omdat jij kan materialiseren, of dat er heel veel mensen zijn, ja, creëer voor mij geld, of jou als slaaf gaan gebruiken, dat je een geldboompje gaat maken of zo, dus ik snap dat best wel. En ja, nu ik zelf heb ervaren op YouTube dat er zoveel censuur is, dan denk ik ook best wel, ja, weet je, als die wijsheden naar buiten gebracht worden, dat dat ook verwijderd zou kunnen worden. Ik bedoel, dat mag natuurlijk niemand weten, dat je uit de universele substantie kan creëren. Of dat je heel goed in telepathie bent. Of het wordt zo verschrikkelijk commercieel weer neergezet, dat je denkt van, ja, yeah, right, of zo, weet je wel. Maar het maakt niet uit of het commercieel is, of dat nep is, of weet ik veel wat. Je moet de essentie erachter, moet je gaan realiseren dat men dit wel echt werkelijk kan. En dat er natuurlijk charlatans zijn, ja, dat is in elk beroep. Maar je kan het dus echt. Er zijn ook mensen die hun chi-krachten zo verfijnd en zo goed ontwikkeld hebben, dat ze een, ja, klap kunnen geven op afstand. Of dat ze met die chi-kracht ook weer telekinese kunnen. Of dat ze zoveel hitte uit hun lichaam of uit hun handen kunnen laten stralen, wat wel 200 graden wordt. Ja? Dus dat wordt een hele gloeiende hand. Op YouTube kan je zo'n man vinden. Dat is een Chinese man. Ja, die laat dus 200 graden uit zijn handen komen. En een washandje of een zakdoekje die helemaal nat is, die laat hij dus op afstand helemaal opdrogen. Door die hitte die eruit komt. En dat kunnen we echt. Ja, en er zijn al vele voor ons geweest. En dat is dus ook overvloed. Dus alles wat je maar kan denken, dat is al reeds in je bezit. En dat hoef je alleen nog maar of naar je toe te trekken of te fixeren op een universele substantie wat ieder kind toebehoort. In dit systeem zijn mensen altijd aan het jagen naar geld, omdat dat financiële vrijheid geeft en ook een soort van vrijheid daarmee kopen. Dus ik kan dat ook wel begrijpen, hè, dat
mensen willen vrij zijn. Het gaat niet om dat geld. Van mijn part moet je misschien, weet ik veel, enorm veel gras sparen of zo. En dat je dan vrijheid hebt. Mensen willen gewoon vrij zijn. Ja? En de een die moet bijvoorbeeld veel geld daarvoor sparen in dit systeem. Of de ander die, als het een ander systeem was geweest met flesjes of met pennen. Of weet ik veel, heel veel kaartjes die je moet hebben. En dat je dan vrij bent. Ja, dan zullen dat de dingen zijn waar mensen naar streven. Omdat ze zich vrij willen voelen. Ze willen zich vrij kunnen bewegen. En dan te geloven en dan te beseffen dat die vrijheid al in jouw macht zit. Om gebruik te maken, ter plekke waar je ook maar wilt, uit deze universele substantie die al reeds overal om je heen is. En dat is zoiets bijzonders. Dat ik denk van ja, weet je, het is een omweg natuurlijk. Hè? Kijk, als je financiële vrijheid hebt en daarmee kan je dan je spullen of je dingen kopen. Alleen je hebt het bewustzijn nog niet helemaal van dat je onsterfelijk bent. Weet je? Of dat je boven die dood uit bent gestegen. Want die laatste vijand wat de mens moet gaan verslaan is de dood. En dat is de enige en de grootste vijand die de mens in het leven heeft geroepen. Dus hoor wel, die de mens in het leven heeft geroepen, die niet werkelijk bestaat. En dat betekent niet dat je altijd moet gaan reïncarneren, want dat is er sowieso. Nee, dat je in het leven, in het lichaam, hier in het nu, in jouw lichaam, voor altijd en eeuwig kan blijven. En dat is dus die algehele meesterschap waar de mens naartoe moet stijgen. Want zolang je daar dus nog steeds niet in zit, kun je ook die algehele overvloed niet ervaren. Of kun je niet ervaren die echte financiële vrijheid. Want het is nog steeds gevangenschap. Hè? Het gevangenschap, het slavengedrag in dit systeem. Je bent nog steeds gebonden aan je polsen, zo moet je het zien, om maar draaiende te blijven. Hè? Het financiële, hè, als je daar zo in denkt, dat heeft niet zozeer zoveel met overvloed te maken. Je kan wel overvloed aan geld hebben, hè, dat het continu binnenstroomt. Dus zeg dat ook tegen jezelf. Als je graag financiële vrijheid wilt, zeg dan ook, ik ben rijk. En zeg niet rijkdom, want dan ben je rijk en dom. Dat willen we natuurlijk niet. Zeg, ik ben rijk. Ja, ik ben rijk. Het geld stroomt mij binnen. En hoe meer ik geef, hoe meer ik ontvang. En dat is ook zoiets moois. Hè? Geven is een circulatie. Ik ken gigantisch veel mensen die zo welvarend zijn. En zo financieel onafhankelijk zijn. Maar eigenlijk heel arm zijn. Ja, want ze durven ten eerste hun geld niet uit te geven. Of ze houden het allemaal bij zichzelf. Of ze zijn bang om elke cent om te drijven. Ze zijn bang om het te verliezen. Of ze gunnen het een ander niet. Daar zijn er best wel veel van. Omdat ze die macht natuurlijk willen behouden. Die gunnen zichzelf ook niets. Of zijn met zelfvernietiging bezig. Het is juist, hoe mooi is het als je welvarend bent en dat je ook met liefde daarin kan geven. Want hoe meer je geeft, hoe meer je gaat ontvangen. Kijk, je kan natuurlijk ook rijk worden door continu te sparen of elke cent opzij te zetten of zo. Ja, weet je, dat noem ik nou niet echt financiële vrijheid. Want je bent niet vrij als je bang bent en angstig bent om het uit te geven. Waar ben je dan vrij in godsnaam? Ja, leuk dat je het op de bankrekening hebt staan, maar je kan het niet mee je kist innemen als je in de dood gelooft. Ja, nou leuk. Is het dan een soort van status of zo? Of weet je, hoe fijn is het als jij denkt van nou, dat lijkt mij helemaal fantastisch in ieder geval. Als ik gewoon ergens iemand zie die het leuk vindt. Ik gewoon denk, die krijgt van mij een paar duizend of 10.000 of 1 miljoen als ik weet ik veel hoeveel heb. Jongens, als het op mijn rug zou groeien, dan zou ik met plezier geven, maar ik zeg dit er wel bij, en dat denken ook heel veel mensen, die denken maar dat je dingen gratis moet doen. Dus als jij kan materialiseren, zoals ik er straks ook het voorbeeld geef, dan betekent niet dat je slaaf bent voor een ander. Dus omdat jij het niet kan, betekent niet dat de ander die het wel kan, jou dan maar continu moet gaan voorzien gratis voor van alles en nog wat. Zodat, omdat ik het uit de universele substantie zou kunnen creëren, ja, of want dan hoor je heel vaak dat mensen zeggen, ja, nou, een gave die je hebt, die moet je gratis doen. Nou,
en dan als slaaf gebruikt worden of zo. Dus ben je dan ineens verplicht om de mensheid te dienen, omdat ze zelf te lui zijn om dit uit te vinden hoe je dat moet doen? Ja, nee, zeker niet. Je bent geen slaaf. De dingen die je doet, zoals je creatieve energie waar je in stopt, daar wil je energie voor terug. En dat betekent niet dat je de intentie hebt dat je daar per se iets voor terug wilt. Nee, je geeft iets uit liefde. Ja, uit liefde. Maar dat betekent niet dat andere mensen iets van jou kunnen eisen. Dus al zou ik een geldboom in mijn tuin hebben, of op mijn rug hebben, of al zou ik iets kunnen materialiseren uit deze mooie substantie die we allemaal ter beschikking hebben, zou ik mezelf nooit als slaaf opstellen, omdat andere mensen, ja, maar jij hebt een gave, je mag daar dus niks voor terug verlangen. Nee, het is een wisselwerking. Ja? En dat is hetzelfde met mensen die bijvoorbeeld, ja, dat hoor ik ook wel eens, of mensen die bijvoorbeeld veel gratis doen om informatie te delen, of veel weg te geven, omdat ze het heel fijn vinden. Dat betekent niet dat als je één keer iets weg hebt gegeven, dat je 100.000 keer of altijd iets moet weggeven. Of als jij bijvoorbeeld een tafel hebt ontwikkeld, ja, en je hebt hem in de winkel staan, dan betekent niet dat iedereen maar gratis van jouw tafel gebruik mag gaan maken. En dat iedereen maar denkt, ja, maak er nog eens even 20, omdat ik graag een tafel wil, zonder daarvoor te betalen. Hè? Dus dat het gratis is. Nee, je doet iets omdat jij een ander gelukkig daarvoor wilt maken. En dat iemand daar ook dan gewoon gebruik van gaat maken. En dat niet misbruik van gaat maken. Want dat is het dan vaak. Hè? Dus ook als jij bijvoorbeeld gewoon een ontwikkelde gave hebt. Dat is niet zozeer dat één iemand de enige is die dat kan. Iedereen heeft al deze gaven die door God gegeven zijn. Alleen mensen zijn deze gaven kwijtgeraakt. Die betekent niet dat je dus als slaaf of als onderdaan, dus dat je altijd maar klaar moet staan of dat je er niets voor terug mag hebben. Ja, weet je, dat is juist heel mooi als je juist ook kan ontvangen. Want als jij niet kan ontvangen, kan je ook niet meer geven. En als mensen ook niet willen geven, dan zullen ze ook niet meer ontvangen. Dan ben je gewoon met die energie klaar. Het is allemaal ego. Ego, ego, ego. Ik vind het gewoon heel erg normaal dat als iemand iets geeft, dat je dan al aan iemand verlangt daar niets voor terug. Dat het heel fijn is om iemand te zeggen, goh, wat lieve, dankjewel. Ja, een dankjewel is ook al een geschenk terug. Ja, of dat je zegt van, goh, ik ben er heel blij mee, of ik ga er wat mee doen, of ik ga het een mooi plekje geven, of weet ik veel iets. Weet je, dat is een geschenk. En ook als iemand een geschenk geeft, ja, dus als het andersom is, dan, en wat eigenlijk dan gratis is, ja, of nee, gratis vind ik zo'n stom woord, maar wat zonder er zogenaamd iets voor terug te willen, hè, dat iemand dan toch verlangt dat het dan een voorwaard hoort wat je is, weet je. Je voelt die intentie snel genoeg. Ja, je voelt die intentie. Of iemand geeft iets uit liefde. En daar wil je ook graag respect voor terug. Dat is wel zo. Je wilt er respect voor terug. Maar het is niet van, nou, ik geef nu iets. Dus nou, ik zal het wel ergens op een ander tijdstip, zal ik het eens even terughalen op een andere manier. Want dat voelt niet prettig. Dat is ook weer een soort van afpersing of een dwangenergie. Weet je? Je kan wel afgesproken hebben met elkaar. Oké, ik wil het ruilen bijvoorbeeld. Of ik ruil iets en dan kan jij een ruil hebben. Maar als jij iets geeft vanuit je hart, dan is het ook gewoon een gifte vanuit je hart. Klaar. En dat iemand daar dan lief dankjewel voor zegt, dat maakt de ander dan ook gelukkig. Dat heeft gewoon met respect te maken. En met de liefde die een ander jou geeft. Weet je? Want iemand hoeft het ook niet te geven. En ja, dat heeft allemaal met waardering te maken. En ik vind dat echt mensen die bijvoorbeeld denken van, ja, nee, je moet het allemaal maar gratis doen. Of dat hoor ik ook vaak bij mensen die bijvoorbeeld heel veel kennis op zak hebben. En die dan, ergens staan te spreken of weet ik veel wat. En dan wordt er gezegd, ja, maar diegene vraagt geld. Ja, diegene hoeft ook niet te spreken. En dan weet je de kennis niet, weet je. Als je het niet wil, of als je te veel vindt, of als je te weinig vindt. Als je te weinig bent, nou, dan denken ze, het zal wel niks zijn. Als je te duur bent, nou, dan ben je waarschijnlijk heel bijzonder en heel goed. Nou, en als je gewoon een beetje in een bepaalde groep zit, waar mensen dus een beetje tussenin zitten. Ja, nu vreemd, die vraagt veel geld. Ja, weet je, dat is het. Het is ook het investeren in jezelf, hè. Hoeveel heb jij over voor jezelf? Heb jij over om in jezelf te investeren? Ik heb gigantisch veel over voor mezelf om te investeren. Je wil niet weten hoeveel ik studeer, hoeveel boeken ik verslin. En hoeveel studies ik heb gevolgd, hoeveel lessen ik heb gevolgd. En nog, ik vind het zo leuk ook om
om juist in mezelf te investeren. Of dat nou door middel van veel lezen is, of dat het nou lessen volgen is. Ik ben het waard. Ik ben het waard. En niet iedereen hoeft het zelf te zijn op dezelfde golflengte te zijn, waarvan je denkt van, oh, dat voelt goed. Ik moet dat volgen, want anders denken ze dat ik niet in mezelf investeer. Nee, het moet wel resoneren. Het moet wel bij je passen. En je moet je er ook fijn bij voelen. Je moet je er prettig bij voelen. Dat je het gevoel hebt, ja, ik investeer in mezelf. Want ik ben het waard en ik verdien het om te groeien. Stagneer niet omdat je zo'n angst hebt. Oh, diegene vraagt geld. Ja, wil je het weten of niet? Dat is het enige. Ja? Wil je die informatie, ja of nee? Of, ik wil eigenlijk wel zo'n auto kopen. Maar ik koop hem maar niet. Ik koop maar een goedkopere. Waar je dus bijna elke week naar de garage kan. Omdat die gerepareerd moet worden. Je bent het waard als je het kan betalen. Ja, ik heb het wel bij als je het kan betalen. Ben je het waard en verdien je het? Gun het jezelf om veilig en mooi te rijden. Omdat jij dat zo prettig vindt. Ja? Ga niet op dit soort dingen beknibbelen. Want je staat dadelijk elke maand bij de garage. Omdat er iets niet klopt. Of ga die leuke jas halen of die mooie schoen. Of ga jezelf mooi maken. Of ga jezelf iets leuks doen. Ga lekker uit eten. Of ga lekker genieten. Of ga lekker, weet ik veel, in de tuin iets gezelligs doen. En met een open haar of met een haartje. Of weet ik veel wat. Doe iets waar jij je gelukkig van wordt. Want je bent het waard. Je verdient het. Investeer in jezelf. En of dat nou op geestelijk vlak is, op uiterlijk vlak is. Maak van jezelf een beter mens. Zorg daarvoor. En dat heeft ook met overvloed te maken. Overvloed betekent geen angst meer hebben om te verliezen. Ja? Geen angst meer hebben om ergens aan te twijfelen van een ego dingetje. Ik ben bang. Nee, ik ben het waard. Ik ben het waard om lekker te genieten en op vakantie te gaan. Ik ben het waard. Ik verdien het. Ik verdien het om met leuke mensen om te gaan. Ik verdien het om te kijken naar mensen die het goed doen. Ja, want dat vind ik fijn. Ik vind het fijn om te kijken naar mensen die het goed doen. Ik vind het fijn om te kijken met mensen die succesvol zijn. Want dat is de energie die ik in mijn leven om me heen wil. Ja, ik vind het fijn, ik vind het fijn om te leren van mensen die informatie hebben. Ja, ik vind het fijn om in die flow te zitten. Ja, ik vind het fijn om met positieve mensen omringd te zijn. Ja, dus niet alleen maar als ze succesvol zijn. Nee, ook als ze vooral als ze positief zijn. En dat ze het een ander ook gunnen. Ik vind het fijn een ander iets te gunnen. Want dat betekent dat ik het mezelf ook gun. Ja, en dat betekent dat een ander het mij ook gunt. Hoe heerlijk is dat? Ja, in plaats van die waardeloze afgunst waar mensen in zitten. Dus, of die afgunst. Of, oh nee, diegene heeft mijn idee afgepikt. Diegene die doet het beter als ik. Of, die mag niet hoor. Of, oh, wat doen ze het van? Of, jeetje, mijn buurman die rijdt een veel mooiere auto als ik. Nou, dat vind ik niet kunnen. Die vuile smeerlap. Waar zal hij het van doen? Hij zal vast een wietplantage hebben. Weet je, of dat soort dingen die je krijgt. Dan denk je, oh. Weet je, dat is echt het verschil met Nederland en met Spanje. Ik bedoel, toen ik in Spanje woonde, echt iedereen reed een prachtige auto. Iedereen deed echt iets aan zichzelf. Ging mooi gekleed de deur uit. Weet je, iedereen had, elke vrouw had daar mooie hakjes aan. Elke man had daar een mooie kleding aan. Was goed verzorgd. Zag er goed uit. Mensen genoten buiten. Gingen lekker uit eten. Konden tot 's avonds laat gewoon lekker genieten. Natuurlijk is het ook het weer. Maar toen ik hier in Nederland kwam, ik voelde me een alien. Ik zweer het. Er stonden zomaar mensen om te klappen. Hè, dat je voorbij liep. Dat ik echt dacht van, is dit catwalk of zo? Maar ik moet echt zeggen, kijk, nu is het zo stil buiten dat je er bijna naar verlangt dat ze om je klappen. Ja, want ik bedoel, nu zie je niet eens meer iemand zo. Ik bedoel, lach. Want ik gun het mezelf dat ik lach. Ik gun mezelf en ik investeer in mezelf. Ik waardeer mezelf dat ik een mooie mens ben. Een mooie mens wordt. Alleen nog maar mooier. En ik gun het ook een ander. Met alle liefde. Ik gun een ander zoveel overvloed
en rijkelijkheid en liefde en positiviteit. Waarom zou je dat een ander niet gunnen? Dat betekent toch echt dat je een tekort hebt in jezelf. En niet zo'n beetje ook. Je hebt echt een tekort. Dat betekent dat je jezelf totaal niks gunt. Want we zijn allemaal gelijk aan elkaar. Ja? Dezelfde substantie waar ik uit besta. Die besta jij ook uit. Mijn gedachten die in mij denken. Ja, diezelfde intelligentie. Die zit ook in jou. Die zit in jou. Dus waarom zou ik mijn zusters en broers dat niet gunnen? Ja? Want jullie zijn allemaal mijn zussen en broeren. Dus laten we daarover nadenken. Dus dat betekent overvloed. Angstloos. Geven en ontvangen. Ja, want geven is net zo belangrijk als ontvangen. En heel veel mensen zijn dus angstig om te ontvangen of angstig om te geven. Overvloed betekent dus dat je allebei van deze soort stromingen hebt losgelaten. Zodat je vrijelijk kan ontvangen en vrijelijk kunt geven. Omdat je het zelf verdient, omdat je het zelf waard bent. En ook omdat de ander het waard is. Ja? Nou, hiermee sluit ik af. Heel veel liefde en geluk voor jullie. En vergeet natuurlijk niet te liken en te delen. En te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wens ik jullie heel veel liefde. Mwah! Doei!